Hallo. Heel autisme. Ik sta naast Mark van der Marel van FC Utrecht. Mark van der Marel, schitterende naam. Ik heb alleen een psychische naam, ja. In het begin is het wel een beetje raar, vriend. In de stad, de chickies roepen in één keer MOP, Mark, MOP, je weet toch? Zijn ze dat vaak? Standaard, Mimati, standaard. Je bent ook wel eens verguisd, hè? Ook door het eigen publiek. Dat wel, man. Dat is niet echt leuk, lijkt me. Maar nee, dat was leuk, snap je? Maar nu weet iedereen hoe gek ik ben, dus iedereen houdt van MOP. Je bent 1,77 meter, dat is niet lang voor een verdediger. Hoe compenseer je dat? Door mijn status. Kijk, tuurlijk, ik gooi ook liever eerlijk gezegd die pannetje of akkatje. Maar dat zit er niet in bij jou. Ah nee man, ik zeg eerlijk, ik ken niet voetballen, vriend, snap je? Volgens de trainer ben je een hele belangrijke speler, maar vooral in de kleedkamer. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, luister, flikkertje, ik ga je vertellen, kijk. Ik ben de verbinding tussen de jongens van de streets en het voetballen, snap je? Een soort mediator. Ah, millinator ook, godassa. Je wordt ook wel eens de hoer van het team genoemd. Ah, luister, wie noem jij hoeren? Kontgezicht. Kijk, oké, dat hoerenpak kan mij niet schelen, snap je? Dat mag je. Kan er wees er maar trots op. Kan mij niet schelen, vriend. Maar even serieus, ik ga eentje draaien, dus... Wahid, Joes, op kanker!